Ik ben dankbaar voor je opmerking.
die op dat moment beseft, nu gaat het zo hard, dan kan ik beter niet meer in de benen hebben als we straks weer aan de finale gaan beginnen. 13 ronden nog te gaan. 13 ronden nog. Dit seizoen op de bank, Stanko Bosch. Uit het Drentseland dat voor zich de ganse start toevoegt. Danilo Mathes, uit Bokkeveen plaatst zich ook voor Rata. De goal onder controle, vanuit de Kleinkamp, maar het is zo rijk die hier boven de streep. Met nog 10 ronden op de bord. Tempo gaat zien in de rol, afgaan gaan ze er nog van. We zitten met zo'n grote groep naast elkaar. Dat past straks gewoon op de streep. We gaan naar 3 ronden, pak ze mee. 3 ronden nog, heren. 3 ronden. 3, 4, 5, 6 man naast elkaar. Onderin is het nog steeds een man met de 14 aanpakjes. Bijna van de hele wedstrijd al een leiding gereden. Kunnen ze het daar nog verwacht doen? Want daar gaan de vallen uit het zadel. We gaan op de pedalen. 2 ronden nog. 2 ronden nog te doen. Iedereen maakt nog kans. 2 ronden nog te gaan. Thank you.
puur de snelheid aankomen. Hier gaan we met Bel voor de laatste ronde. Nu gaan we kijken naar die tweede meterlijn waar Bakker zit. Die zit dus nu in die corridor. Daar moet hij nu in blijven. Dan is het nu puur op snelheid houden wat er moet gebeuren voor Danilo Bates. Bakker moet in die corridor en dat doet hij ook. Nu de aankomst hier. De aankomst gaat naar Bates. Die heeft dus zijn ramp gehaald in dat opzicht en haalt hem verder eruit. De beslissende rit betekent dat hij over zijn teleurstelling heen gestapt is. Julian Bakker op dit moment heeft de leiding genomen. Heel rustig rijden na de streep van nog twee ronden te moeten rijden. Het kan het dus niet zo zijn dat ze dit drie ronden volhouden. Julian, naar boven. Ik denk, ik kan... Danilo Bates, waarom dan ook? Danilo Bates is geremareerd. Nu moet het gebeuren van de Bakker. Bakker, komt u dan nog naar het wiel? Danilo Bates, kijken. De coach is voor het bijna gek. Danilo Bates, hij heeft nog naar een einde. Komt Bakker nog, daar komt Bakker nog. Danilo Bates moet alles aan de wind laten, want daar komt Bakker nog. Maar komt hij nog op tijd, dat is de vraag. Het is Danilo Bates die zijn plaats voor de halve finale. Niels Schringen, kijk om. Heeft de halve baan. Dat betekent dat hij links en rechts kan worden aangevallen. Hij gaat nu zelf aanvallen. En dacht dat op top met Danilo Bates aan. Uit. Allebei in het sprint. Dat betekent dat onze vriend Griebink er nou niet meer uit mag komen. Want Bates moet bovenuit langs kunnen. En als je eruit gaat, dan heeft hij een grandioos probleem. Daar komt Danilo Bates. Daar Schringen. Danilo Bates kan er voor de bocht niet overheen. Het lijkt erop dat Griebink hier gaat winnen. En dan komt Bates nog. Dan is het denk ik nummer 8. Niels Griebink hier. De dreiging van Bates. En ik was aan het dood hebben. Griebink maakt het niet van onder de indruk. Dus kijken of dat zo blijft. Dan is het aanzetten. Vol adem voor Danilo Bates. Vol op de draden. Maar het is nog een hele eind. De bel gaat klinken voor de laatste ronde. 250 meter van te doen. Griebink maakt niet af. Blijft in het spoor. Komt hij er nu bij. Dan moet nu de aanval komen. Dat beseft ook Bates. Gaan op de draden. Gaat hij er een bellen uitsleven of niet? Bates moet binnen die rode lijn blijven. Hier op de aankomst is het voordeel voor Bates. We krijgen een bellen. We krijgen een bellen. Bates zijn kansen beneden. Nu. Want ze trekken weinig op gang nu. Griebink vertrouwt nu op zijn snelheid. Op zijn snelheid die nog zeker 250 meter zal moeten duren. Dan moet er een hogere snelheid voor ontwikkeld worden. Dan niet op Bates om een man over dan nog in het nek van te grijpen. Bates moet daar aan kruipen dan. Maar is het voldoende? Nog een keer uit het zadel. Griebink blijft zitten, hè? Griebink blijft zitten. En Bates aan de buitenkant hier op de streep valt de beslissing. En de beslissing gaat naar. Danilo Bates. Hij heeft zijn kans gegrepen, kwam twee keer achter elkaar als winnaar over de streep. En daarmee heeft hij Niels Griebink toch nog in het nek wel gehad. Prima prestatie dus van Danilo Bates. Bates is degene die aanzet. Volkers nu in het spoor mee. Terwijl voor de laatste ronde. Want Volkers zijn nog 5 meter overheen. Zal aan de andere zijde moeten gaan blijken. Daar is Volkers er toch naast. Nu moet Bates ook echt naar het zadel. Verlies iets anders. En die geeft smak aan dat hij de binnenvoering kon maken. Volkers aan de buitenkant. Aangeboden aan de streep. Nou, ik denk aan de binnenkant. Bates. 15, 16 jaar. Ouder zijn ze niet. Dan Volkers. Goed, Danilo! De medaille.
die medaille mee te nemen. Daar gaan we toch. Je hebt zilver, niet makkelijk, maar je wil altijd meer. Je wil altijd het hoogste halen. Het spel is begonnen. Haal het tweede man in. Haal het tweede jonge man in. Uit met zaden. En dan gaat het wel klinken. Het gaat weer om Andrew. Die hier aan de onderzijde van de eerste vijfde volgers. Die loopt van Nes. Komt dadelijk achter nu. Komt met een aantal meters extra rijden. Hier is de aankomst. Dan komt de stok bloed in de zeven gooien. Nee. Kampioen van Nederland. Die kan worden uitgeroepen. Danilo. De gouden medaille, hier is uit Drenthe, hier is Danilo Mattes. Zilver op de schouders van de mannen uit Drenthe. En dat wat gehoord tot voor nu weer eindelijk naar huis toe. Lachen, lachen, de medaille gaat mee. Stijnburg, Kappie Lok, gaat ook weer een tweede confrontatie aan op de bronzen medaille. Bij de sprint junior. We moeten zeggen dat Lok een prima toernooi heeft. Laten we wel zijn. Dames en heren, de ceremonie protocolair wordt vanavond uitgevoerd door niemand minder dan Marianne Vos. Bronzen medaille gaat hier naar de jonge coureur. Op de sprint brons verdient Niels Grimmink. Hugo Haak, Marianne Aartsen, Mitchell Cornelis, Kelly Marcus, Amy Pieters, Wim Vroetinga en Jens Maurits vragen wij de organisatie het Wilhelmus ten gehoor te brengen. Absoluut de topsport van de Nederlandse kampioenschappen baan beëindigen. We hopen dat u